En Hezbollah in Libanon lopen elk uur verder op. Bij de Israëlische luchtaanvallen zijn minstens 492 mensen gedood, onder wie 35 kinderen. Het wordt de bloedigste dag in het Midden-Oosten sinds 7 oktober genoemd. Minister Veldkamp van Buitenlandse Zaken heeft een tweet vanmiddag verstuurd. Vanochtend eigenlijk. En daarin wordt gesproken over een bepaalde resolutie. Hij zegt ook bezorgd te zijn over de nieuwe aanvallen. Kunt u uitleggen die resolutie 1701, wat dat precies is? En kunnen we daar nog iets van verwachten? Nee, dat gaat over dat we moeten komen tot een staakt het vuren in het Midden-Oosten. Er zijn heel veel resoluties die hier nu gaan over de situatie Israël-Gaza, Israël-Hezbollah. En daar wordt heel veel over onderhandeld. De laatste resolutie, daar heeft Nederland zich onthouden van stemmen. Omdat die onevenwichtig was in de ogen van de regering. Omdat daar niet werd gesproken over de positie van Hamas en de rol die Hamas speelt. En daarachter dus ook weer Iran. Ja. Maar we moeten echt komen tot een staakt het vuren. In ieder geval als het gaat om Gaza. Zodat de bevolking daar geholpen kan worden. Dat is echt wat ongeveer de hele wereldgemeenschap op dit moment wel zegt. Maar kan dat nog diplomatiek opgelost worden? Wat hij dus ook noemt. Als dit nu de situatie is. Dus gisteren weer die enorme aanvallen. Ja, wat Jeanine Hennis terecht ook in een van de kranten zegt. Hè, zij is de speciaal gezant als het gaat om Libanon. Is dat al deze acties de vrede niet dichterbij brengen. Uiteindelijk zal het aan een onderhandelingstafel moeten komen. Kijk, wat Israël doet is nu een bufferzone proberen te creëren. Zodat ze niet direct kunnen worden aangevallen in Noord-Israël. Dat is één. En twee, ze proberen Hezbollah zoveel mogelijk te verzwakken. Omdat Hezbollah hun gevaarlijkste dichtbijzijnde vijand is. Uiteindelijk is het grootste gevaar is Iran. Maar Hezbollah is vele malen gevaarlijker dan Hamas is. En Israël probeert nu in Libanon Hezbollah te verzwakken. Uitschakelen kan niet, maar te verzwakken. Zodat in ieder geval Noord-Israël minder onveilig wordt. Ja, terwijl andere mensen juist weer zeggen Israël lokt hiermee een totale oorlog uit in het hele gebied. Nou ja, het is inderdaad op heel dun ijs lopen. Aan de ene kant heeft Iran er geen belang bij dat er een totale oorlog uitbreekt. Gokken een aantal partijen ook op de Amerikaanse verkiezingen. Wat gaat daarin gebeuren? Wint Harris of wint Trump? Daar gokt bijvoorbeeld Netanyahu, die gokt meer op de winst van Trump. Omdat Trump heeft gezegd, ik zal in alles Netanyahu blijven steunen. Dus het is op heel dun ijs opereren. Je ziet wel dat Iran, de baas achter Hezbollah, geen totale oorlog wil. Dat zie je ook aan bijvoorbeeld de reactie van Iran op de liquidatie die heeft plaatsgevonden van belangrijke leiders. Dan zijn ze toch, en het klinkt heel raar hè, als je 300 raketten afvuurt, zijn ze toch terughoudend in hun reactie. U bent buitenland woordvoerder van de VVD. Ik wil ook even naar wat de Nederlandse politiek mogelijk zou kunnen doen. Als we bijvoorbeeld kijken naar de Duitsers, daar zijn al wapenleveringen richting Israël gedeeltelijk stopgezet. Worden dat soort acties ook overwegen binnen aan de bureaus waar u zit? Nou, daar is donderdag een debat over in de Kamer. Dat ligt nu ook bij de rechter. Hè. De Hoge Raad moet daar nu een uitspraak over doen naar aanleiding van een rechtszaak die is gevoerd over het leveren van spullen om de F-35 te laten functioneren. Daar zijn twee ingewikkeldheden in. De eerste is dat wij hier inderdaad een depot hebben waar die spullen liggen. Maar het is niet een Nederlands depot, het is een internationaal depot waar afspraken over zijn gemaakt met andere landen. Dat is één. Dus je moet je ook aan die afspraken met andere landen houden. Het ingewikkelde tweede is, ja, vliegtuigen worden ingezet, bijvoorbeeld ook in de oorlog van Israël tegenover Hamas in Gaza. Maar op het moment dat die Israëlische vliegtuigen niet kunnen vliegen, ja, dan ruikt Hezbollah en Iran, die ruikt zijn kans en zal dan toeslaan. Dus je moet er ook voor zorgen dat Israël in staat is zichzelf te verdedigen, niet alleen tegen Hamas, maar vooral ook tegen Hezbollah, de Houthis en tegen Iran. Maar heeft u nog het idee dat Israël voor reden vatbaar is? Want ze luisteren toch naar niemand meer? Ja, maar ik heb veel kritiek op wat de regering Netanyahu doet. Er is een verschil tussen steun aan het land Israël, heel veel kritiek kunnen hebben op de regering Netanyahu. Tegelijkertijd moeten we beseffen, op het moment dat je de defensie van Israël verzwakt, ruikt een land als Iran ruikt zijn kans en zal dan dus toeslaan. En dan heb je dus die vliegtuigen nodig, dan heb je het afweersysteem nodig om te voorkomen dat er echt een zeer grote vernietiging komt. En daarnaast is het zo, dan loop je echt een helemaal groot risico op die totale oorlog. Want zwakte in het Midden-Oosten
betekent echt een nog grotere oorlog. Tessa, denken andere partijen in de Tweede Kamer hier ook zo over? Ja, er wordt überhaupt heel verschillend gedacht over dit hele conflict. Daar zit de partij gewoon heel erg anders in. En wat dat betreft wordt zo'n debat, wat erover wordt gevoerd, daar komt altijd veel emotie bij kijken. En toch ook wel hele andere inzichten daarin. Partijen verschillen gewoon gigantisch. We zijn er nog wel even zoet mee, vrees ik, helaas. We blijven nog even in Politiek Den Haag. En dan wel naar iets wat toch wel iets leuker is, hè, Bas van der Schot. Vanavond wordt...